Het is opeens warm geworden. Warm natuurlijk tussen aanhalingstekens. Maar in relatie tot de temperaturen die we de afgelopen week hebben meegemaakt is het echt warm. Hier is een mogelijkheid voor de thuisploeg en die bal die wordt naastgeknald door Van Ooyen. Dat is waar Lammers voor waarschuwde. De lange bal op Vink. Daar is Vink weer. Die probeert het van afstand. Ah, die doellijntechnologie ontbreekt helaas vanmiddag in Maassluis. De grensrechter zal niet worden verrast. Maar het is voor hem onmogelijk om te beoordelen of die bal al dan niet achter de doellijn is gestuiterd. Het is een enorme uithaal. Hij komt uit het niets. Hij verrast Houwen de doelman compleet. Maar het blijft 0-0. Nonchalance achterin bij Vitesse bij het uitverdedigen. Dat kon de ploeg wel eens duur komen te staan. En weliswaar zit de doelman er nog met zijn hand bij. Maar deze goal wordt weggegeven door Jong Vitesse aan Excelsior Maassluis. Dat via Van Ooyen op een 1-0 voorsprong komt. Naïef verdedigd. Er wordt teruggelegd op Van Ooyen en die weet er wel raad mee. Weer de lange bal. Dit keer gaat hij over Vink heen. En belandt hij bij Van den Berg. Die wordt vervolgens onderuit gehaald. En is daardoor niet beschikbaar voor een combinatie. Vink kiest een andere route. Hier komt de tweede mogelijkheid voor de thuisploeg. Maar het schot van Derks is niet gevaarlijk genoeg om Houwen in de problemen te brengen. Mogelijkheid wellicht voor Vitesse, de eerste van de wedstrijd. Een goede redding van Van Leeuwen. Serieuze kans. Ja, komen wij weer bij elkaar. Tweede bal weer. Zelf bij elkaar. Goeie actie van Van Ooyen. En hij krijgt een vrije trap op een prachtplek. En elke ploeg heeft specialisten in het elftal zitten. Dat zal ook gelden voor Excelsior Maassluis. Vink. Ja hoor, 2-0. De muur staat niet goed. Vink zorgt voor 2-0. En op deze manier lijkt het lot van Vitesse, althans in Maassluis, bezegeld. En is het nu volledig afhankelijk van de tussen aanhalingstekens concurrentie die net boven Vitesse staat. Merkant. En Thijen komt de laatste 5-6 minuten vanaf deze kant. Heeft een goed schot. Tweede keer dat de doelman van de thuisploeg Van Leeuwen in actie moet komen. De eerste mogelijkheid na rust voor de thuisclub. Hoe kan het anders, ingeleid door een kopbal van Vink. Die zich voorbij de tweede paal had geposteerd. Nu de gelegenheid krijgt om te schieten. Dat doet hij minder. Maar die kopbal, die assist, kan maar zo leiden tot 3-0. Terwijl de tweede helft nog geen minuut aan de gang is. HHC VVSB heeft de ploeg uit Noordwijkerhout een goal gemaakt. Het staat daar 3-1 voor HHC, dat nog wel. HHC nog steeds voor, Spakenburg nog steeds voor en AFC nog steeds voor. En hier komt wellicht 3-0 aan. Die bal wordt keurig breed gelegd en verzilverd door Van Ooyen, die zijn tweede maakt van de middag. Daarmee, voor zover het al niet is gebeurd, voorrust het lot van Vitesse voor deze wedstrijd bezegeld. Assist van Derks, behoudt het overzicht, legt die bal keurig breed. Doet dat bovendien heel beheerst en Van Ooyen is er op tijd bij om zijn tweede van de middag en zijn negende van dit seizoen te maken. Het zal in Hardenberg en in Spakenburg met name met enige opgewektheid worden begroet, deze 3-0. Een vrije trap voor Vitesse. Heel Excelsior Maassluis, alle 11 terug in het eigen strafschopgebied. Er is bijna een uur gespeeld in Maassluis. Deze trap wordt half geraakt door Vink. Of moet je zeggen, wordt half gemist door Vink. Wordt hij al dan niet nog geraakt bij de tweede paal? Hoe dan ook, Vitesse scoort tegen. Het is gewoon geen focus hebben. Geen focus hebben is de kritiek en de constatering van Rijsdijk.
Het is een alles of niets actie van de kant van Jong Vitesse. Dat mogen duidelijk zijn. Hier komt wellicht opnieuw een mogelijkheid aan. De doelman kan er niet bij. Toch alweer een kans voor Vitesse. Hier gaat Van Ooyen. Van Ooyen in de verre hoek. Zijn derde van de middag. En het staat 4-1. Kapt zijn tegenstander uit en plaatst die bal keurig in de verre hoek. En de vierde voor Excelsior Maassluis. We zitten op 66 minuten voetbal in Maassluis. Hoge bal. En daar gaat Van Leeuwen nou niet onderdoor. Dat nou ook weer niet. Maar hij schat er hem wat moeilijk in. Missertje van Calor. Wat heet. Die trapt Royaal over de bal heen. Het geeft Maassluis de kans op een tegenstoot. Ze zijn met z'n tweeën. Maar ze hebben ook maar te maken met twee tegenstanders. Derks. Och, mooi gespeeld buitenkant voet. Dit is 5-1. Nee. Maar wat een mooie assist van Derks op Van den Berg. Dit is Van den Berg opnieuw. En deze kopbal heeft te weinig kracht, de kopbal van Derks. Maar de wijze waarop hij de assist verzorgt is prachtig. Buitenkant voet. Hier komt hij. En Van den Berg kiest voor een route met de bal onder de doelman door. Waar misschien een stift uitkomst had gebracht. Nog een vrije trap van Vitesse ongeveer vanaf de plek waaruit de ploeg uiteindelijk scoorde via Lelieveld. Benieuwd hoe het deze bal vergaat. Nou, de conclusie is minder. Calor. Aardige voorzet. Goede redding van Van Leeuwen. De moeilijkste die hij heeft moeten maken. Maar wel een hele goede. Minder dan 5 minuten plus wat extra speeltijd. Ringeling die uitverdedigt. Fortes. Is er weer makkelijk langs. Heeft wel een hele mooie passeerbeweging. Legt terug, blijft die bal klem zitten en staat het. 4-2. Lijkt een formaliteit. Kouzi neemt de goal voor zijn rekening. En zo krijgt in ieder geval de eindstand van deze wedstrijd voor Jong Vitesse een iets draaglijker aanzien. Ach, mooi gespeeld. Geweldige combinatie waarbij de thuisploeg onderweg kan naar 5-2. Maar dan moet je, als je inmiddels de 30 bent gepasseerd, wat meer snelheid hebben. Zo kan hij er natuurlijk ook. Och, wat een schoonheid van een treffer. Wat een passend slot van den Berg met de assist. En de man die vertrekt naar Katwijk. Berghout met de 5-2. Een beauty. Als je ooit een wedstrijd in stijl wilt afsluiten, dan doe je dat op deze manier. En ook deze. Geniaal in zijn eenvoud. Wat mooi gespeeld. Chapeau voor de thuisploeg. Dat deed zijn sportieve plicht. Spijtig genoeg betekent dat wel voor Vitesse dat het een wedstrijd voor het einde van deze competitie zeker is van degradatie. En na Jong FC Twente de tweede belofteploeg is die na één seizoen tweede divisie duikt naar de derde.